1 liter stikstofgas bij 50 kilopascal wordt gemengd met 1 liter zuurstofgas bij 60 kilopascal. Bereken de totaaldruk. Wat hebben we hier gegeven? De druk van het stikstofgas, noem ik even druk A, is 50 kilopascal. De druk van het zuurstofgas, noem ik hier even druk B, is 60 kilopascal. Men vraagt de totaaldruk. Nu, de wet van Dalton zegt ons dat wanneer twee of meer gassen die niet chemisch met elkaar reageren gemengd worden, dat elk gas zich onafhankelijk gedraagt van de andere. En het vertoont dus dezelfde druk als het welke het zou gehad hebben mocht het alleen aanwezig zijn. Dat is een moeilijke manier dus om hier te zeggen dat als we onze formule gaan toepassen, dat dus onze totaaldruk gelijk zal zijn als de som van onze partieeldrukken. PA plus PB plus, er is alleen PA en PB. Dus de oplossing hier is, onze totaaldruk is gelijk aan 50 plus 60 is gelijk aan 110 kilopascal. Dus onze antwoordzin wordt, de totaaldruk wordt 110 kilopascal. Dus zoek niet te ver, je mag ze in dit geval dus gewoon optellen.